Een hele goede avond, jongens. Of middag, of ochtend. Ligt eraan wanneer je dit kijkt. Welkom allemaal bij weer een nieuwe Content Veen aflevering. Ik sta hier op het nieuwe platform dat ik twee afleveringen geleden gemaakt had. Nederlands is een moeilijke taal. En ik heb eventjes de boel opgeschoond, jongens. Ik dacht, weet je, we gaan opnemen. We gaan weer een nieuwe Content Veen doen. Maar er stonden nog overal kisten. Dit was een zooitje en zo. Dus zoals je kan zien, hier heb ik wat hout, wat steen. Stone bricks, cobblestone, gras en dirt. Blaadjes en allemaal loks. Wat goed wie voor mij. Nee, maar jongens, vandaag ga ik de aflevering starten met een mega timelapse. Althans, ik ga mijn best doen. Want ik wil het kasteel hier zoveel mogelijk af hebben. Gaat natuurlijk nooit lukken. Maar ik wil een heel groot gedeelte gedaan hebben. Waarschijnlijk is dat alleen de eerste verdieping. Maar ik hoop dat ik gewoon echt eventjes de hele dag ga grinden. Het is zoals je kan zien, nu 00:30, 24 mei. Laten we hopen dat het zometeen nog steeds 24 mei is. Maar dan in de avond. De tuin gaan we niet doen. Dat komt volgende keer wel weer. Maar ik ben gewoon zo hyped over dit kasteel. Ik ben naar haar zuilen geweest een tijdje geleden. Ik heb letterlijk gewoon op internet ingetypt. Kastelen, castles. En dan krijg je allemaal in het echt allemaal van die mega prachtige kastelen en zo. En ik heb zoveel inspiratie op gedaan. Maar ik heb nog steeds geen flauw idee wat ik ga bouwen. Maar jullie gaan het zien. Like even de video. We gaan voor 3000 likes. Like nou gewoon. En nu veel plezier met het kijken naar deze timelapse. Extreem lange timelapse. En zoals je ziet is het inmiddels al een dag later. Ik joined de server zojuist weer omdat ik even wilde kijken. Nou ja, wat heb ik nou allemaal gebouwd, weet je, in die timelapse? En wat wil ik nog gaan bouwen? Ik ben er heel blij mee. Het is echt een mooi resultaat. Maar ik wil er zo meteen even over praten. Want als ik mij omdraai, staat dit er ineens. Uit het niets. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik vind die zo leuk. Dus ik kom zo meteen terug op mijn kasteel om even een rondleiding en zo te geven. Maar jongens, ik denk dat Nathan een cadeautje heeft achtergelaten. En het is zichzelf. Oh, Nathan, waarom? Waarom moet je nou dit achterlaten? Wat is dit nou? Oh, maar hij zit er ook wat in. Nee, hij is wel leeg van binnen. Net zoals Nathan zelf, die is ook leeg van binnen. Oh, Nathan. Jongens, tijdens het bouwen van dit kasteel kwam Nathan hierheen vliegen. En die vroeg om mij, Max, mag ik ook een huisje bouwen in je stad? Ik zeg, ja, natuurlijk. Maar dan moet het wel in de stijl vallen van de stad. Dus bouw met Dark Oak, bouw bla bla bla. Gewoon het standaard riedeltje van dingen die, als hier gebouwd worden, dat het in de stijl moet vallen.
Hij zegt... Ja, dat komt wel goed. Maar ik hoor al een twijfel in zijn stem. Nathan, wat is dit? Ik ben gewoon bedrogen. Hij heeft me letterlijk... Ik ben bedrogen. Hij zei dat hij wel gewoon ging doen. Dat hij wel een stijl ging bouwen. Ik ben opgelicht. Dat is het. Dat is het woord dat ik zoek. Nathan heeft me letterlijk opgelicht. Dat en mijn spullen stelen. We gaan even een boekje achterlaten. Oh, maar deze, dit is de voorkant. Ik zie het nu pas. Ik wil een boekje schrijven. Ik zie nu pas dat dit de voorkant is. Ik snap dan niet hoe hij het gemaakt had. Maar oh my days, dit is het jongens. Nathan, wat heb je achtergelaten? We gaan dan even een boze brief schrijven. Nathan, met de H. Nathan. Je schrijft Nathan niet met de H. Eerst deel je mijn spullen. Dan bouw je dit monster. Nee, nee. Dat kan niet zomaar. Ik verzoek je om dit weg te halen. ASAP, doe je dit niet. Dan verban ik je uit Kingdom Content. En is het oorlog. Dan is het oorlog, jongens. Dan pas maar op, Nathan. Je hebt 3 dagen de tijd. Kom maar met je excuus. Niet zo vriendelijke groet. Muggers. Zijn boos. Dan hebben we dit hier. Dan plakken we hem hier op zijn knie. Laten we zijn knie maar doen. Hoppakee, en hij heet boos. Dus dan pakt hij maar uit en dan kan hij boos lezen. Nathan? Dit is je laatste waarschuwing. Je kan me niet zomaar oplichten met dit. Er zijn de consequenties. Oké, maar dit monster even vergetende. Mijn kasteel, jongens. Jullie hebben zojuist een hele lange timelapse gezien. Langer dan 2 minuten, volgens mij. Het heeft me 6 uur aan bouwen gekost. Dus 6 uur aan bouwen wordt klein gestapt naar 2 minuten klein filmpje. Maar laten we even beginnen bij het begin. Oh, deze kunnen trouwens allemaal weg, de vermiste Barry-bordjes. Want Barry is al terecht. Je komt hier binnen en de trap naar de originele ingang, die is gewoon weg, jongens. Die heb ik weggehaald en ik heb daar een doorgang gemaakt die, ja, nog gemaakt moet worden. Dus ik heb hem even afgesloten voor nu dat het er niet gek uitziet. Dan hier links is het gewoon nog helemaal kaal. Nou, daar is niet zoveel veranderd. Hey, Sarah is al joined. Hallo, René. We hebben René gespot, jongens. Hallo. Hallo, René. Maar goed, als je hier rechts komt, heb je nu gelijk de trap en dan loop je tegen het kasteel aan. Dat vind ik heel leuk. Dan kan je de keuze maken om in het kasteel in te gaan of om hier de muur op te gaan die helemaal veranderd is. De muur ging eerst natuurlijk hier naar links en toen daar naar rechts staat daar een toren. Hier moet ik nog een doorgang maken, dus vandaar dat het open is. Ja, en dan kom je gewoon op de muur zelf terecht, dat kennen jullie. Maar goed, de nieuwe hoofdingang is dit hier. Het ziet er natuurlijk nog niet uit. Ik moet nog zoveel doen aan het kasteel. Heel veel is gewoon nog niet gedaan. Hij is ook nog lang niet af, maar je komt binnen en dan kom je gelijk in de grote zaal hier terecht. Nou, nu is hij nog open, maar wat mijn bedoeling is, is om als je hier rechts komt, daar een grote troon te maken en dan dit gewoon 1 lange hal is. René zo, ook onder de indruk. En dan is dit gewoon de troonzaal. Jongens, ik heb op Discord tegenwoordig een hele leuke poll maken. Toevallig René, die hier loopt. Die maakt polls met vragen die ik in mijn video stel. Dit is even een mooi plaatje. Tja, kijk. Dit soort dingen vraagt René dan. En dan kan jij stemmen erop. En dan kan ik kijken. Wow, wat willen jullie eigenlijk? Maar goed, zoals je net al op die poll zag, was degene waar het meest op gestemd was, wat ik in mijn kasteel moest bouwen, was een troonzaal. Dus ja, dan komt er ook een troonzaal. Ik zit al helemaal voor me hier de grote troon. Grote open ramen hier, waardoor je ook een keer een mooie lichtinval hebt in het kasteel, in plaats van alleen maar toortjes en lanterns natuurlijk. Dan hierboven wil ik een soort balkon maken, wat helemaal zo loopt. En dan hier linksom en tot en met hier ongeveer. Dus dat je ook hoog kan lopen. Want daar heb je een ingang en daar heb je een doorgang naar het balkon hierboven. Dat is ongeveer de... Ja, je kan het net niet zien. Je kan er af en naartoe vliegen. Kijk, dat zijn die torentjes hier. Kijk, als je namelijk op deze hoogte zit, dan zou je hier dus een soort, ja, balkonnetje kunnen hebben. Ook aan de binnenkant. En deze hoogte is net zo hoog als daar, waardoor ik een mooie doorgang kan maken. Dan loopt het lekker door het kasteel. Maar goed, ik zie het echt al helemaal voor me. De grote troonzaal hier, jongens. Dat er dan eindelijk een keer een troon is om op te zitten. Dan terwijl ik hier kan zitten, kan ik ook lekker naar mijn tuintje lopen. Of een hofje, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik ben hier bezig met een leuk hofje. Er komen nog leuke bloemetjes in. Ik wil het overkap maken. Althans, niet in het midden. Het midden moet open blijven. Maar ik wil dat dit randje hier zo, waar ik nu loop, dit moet zo overkapt zijn. Waardoor je hier lekker droog staat en dan komt er echt zo'n mooi zonlichtje in dat hofje terecht. Oeh, dat gaat zo mooi zijn, hè? Ik heb zoveel leuke ideeën. En dan hier heb ik helemaal nog geen het rol gebouwd. Hier is gewoon letterlijk nog niks. Vandaar dat deze muur hier ook zo plat is. En dat de muur daar ook zo plat is. Want uiteindelijk ga je dat niet meer aan de buitenkant zien. Dat je niet denkt, oh Max, die muur die is zo lelijk en zo plat. Die ga je niet meer zien. Dat is de binnenkant. Net zoals die muur daar. Daarom alle platte muren zoals dit, daar moet ik nog van alles mee doen aan de binnenkant, weet je. En dit, ja, het is overduidelijk gewoon nog niet af. Dan hier heb je nu, als je langs het hofje bent gelopen zo, dan kan je hier naar de keuken die hier komt natuurlijk. En hier komt hier overigens nog een 2e verdieping bovenop. En daar wil ik waarschijnlijk...
bruh. Misschien mijn chestroom een keertje uitbreiden. Want ik heb wel echt een mini chestroom daarboven. Maar goed, er komt een doorgang naar de eetkamer hier. Dan heb je hier een hele lange gang. Ik denk dat ik hier ook nog een doorgang wil maken. Want ik vind het een beetje stom dat je helemaal om moet lopen of zo. Hier ligt even mijn steen dat overigens weer op is, jongens. Ik leg even tijdelijk storage. Maar dan kom je hier buiten en heb ik het hout aangepast van hout naar steen. Zodat het ook een beetje echt een buitengevoel krijgt. En dat binnen echt binnen is. Klinkt heel logisch, maar het is ook best logisch. En dan kom je bij de oude ingang natuurlijk, jongens. En dat is hier, dit kennen jullie inmiddels allemaal. Dit ga ik niet voor de 100ste keer laten zien. Maar het is wel leuk dat je hier dus echt daadwerkelijk niet meer kan komen. Ja, vliegend alleen. Maar je moet echt door het kasteel om hier te komen. En ik zie dit ook echt als een mooi puntje, want ik heb het een beetje symmetrisch gemaakt. Als ik een keer een speech moet houden, dat ik dan hierop kan staan. Zo, kijk, dan sta ik precies op een soort balkonnetje. En dan kan heel mijn volk, alle mensen die me volgen. Alleen Flor en René. Die kunnen dan hier zo staan en klappen en juichen voor mijn speech en zo. Maar goed, dat is volgens mij alles wat ik gebouwd heb. Jullie hebben het gezien. Het kostte belachelijk veel werk. Omdat ten eerste, ja, ik moest het bedenken en dan uitwerken. En ja, het kost ook heel veel steen. Zoals je misschien kan zien. Maar ik ben er wel echt heel blij mee. Ik vind echt een hele leuke toevoeging aan mijn kasteel. Er komt daar nog een grote toren in het midden, denk ik. En weet ik veel wat allemaal. Er komt nog torens op de hoeken van dit doen zo. Dat er nog twee van die uitstekende torentjes zijn. Misschien daar ook. Moeten dat grote monster nog weghalen. Oplichterij. Oh, maar wat heerlijk om hier overheen te vliegen, jongens. Oh ja, ik heb trouwens dit aangepast. Dat kon je misschien wel zien. Hier zat een torentje. Maar nu heb ik dat overkappingje door laten lopen. Zodat als je hier buiten komt, dat het daadwerkelijk gaat voelen als één geheel. Kijk, en dan hier kan ik de doorgang zo maken. Naar precies dezelfde hoogte. Op het balkonnetje in die inhammetje staat. Die kan je net niet zien, maar daar zijn die balkonnetjes. Ja, dit gaat leuk worden. Dit gaat heel leuk worden. Maar nu ga ik wat doen waar ik me elke keer aan irriteer als ik hier rondvlieg of loop. En dat is het feit dat ik deze weg en het hele pleintje hier gewoon nog steeds niet netjes heb gemaakt. Dat is inmiddels volgens mij echt al 4 episodes geleden. Dus het is nu gewoon tijd dat ik dit even ga doen. Gewoon simpel dit pleintje even maken. Leuke boompjes toevoegen. Allemaal andere details. En dan kan Floor hier binnenkort ook aan de slag gaan. Hierboven. Want die wil het rijtjeshuisje maken. Maar Floor gaat haar eigen timelapse voor jullie maken. Dus binnenkort krijgen jullie een nieuwe timelapse, maar dan niet van mij, maar van Floor. Laat even een like achter als je dat leuk vindt, want we gaan nog steeds voor heel veel likes. En in de meanwhile is dit nog steeds ingestort, jongens. Oh, het is ook meer ingestort volgens mij. Huh? Volgens mij is het echt gewoon nog verder ingestort. Ik kon me niet herinneren dat het zo ver al was. Zo, daar zit de stenen vloer er voor jullie ineens in. Dan denk ik dat ik in een hoekje zoals dit, ik twijfel tussen een kraampje of dat ik daar gewoon leuk bebos en planten van maak. Want kraampjes en alles, dat hebben we al veel. Ik merk dat het toch wel heel stenig wordt. Dus misschien is het een keertje goed als ik hier daadwerkelijk gewoon natuur toevoeg. En dat moet dan sowieso eentje hoger. Zoals dit. Wat doe jij hier, Gerda 2.0? Ik had je boven neer. Oh, René, hallo. Ik schrik me helemaal kapot. Ineens is René er. Ik denk dat ik daar een keer ook een nieuw blok voor wil gebruiken. Maar ik ben bang dat polished diorite of zo, dat een beetje een vreemd blok is om te gebruiken. Van waarom zou ik wit ineens? Er is nog in één keer echt wit gebruikt. Behalve in huizen. Dus ja, misschien past het ook wel. Maar laten we even kijken hoe dit eruit zou zien. Ik moet zeggen dat ik dat niet eens zo verkeerd vind. Laten we even kijken hoe het in daglicht uitziet. Ik denk dat dit serieus nog wel voor zo'n plein als dit best wel een leuke touch kan geven. Zeker als ik het ook spiegel hier. En dan hier ook allemaal gewoon gras in gooi. En dan wil ik eigenlijk deze nog weg. Ik denk namelijk dat het hout misschien net te veel gaat worden. Ik wil het gewoon even iets rustiger hebben. Zo. Het is misschien een beetje simpel. Dat geeft me iets meer rust. En dan hier doen we een paal zoals dit. Komen we toch vallen we weer terug op dit. Maar puur omdat het dan een beetje symmetrisch is. En dan heb ik hier gelijk weer een doorgang naar dit gedeelte hier. En dan kan je hier ook weer een leuk huis. Ja, ik denk dat we hem hebben, jongens. Kijk maar, als ik nu zo doe. En even met deur dichtbouwen. Zeg maar dat dit uitkomt. Ja, nee, het komt niet uit. Oh, maar dat maakt niet uit. Want ik zie dat Floor, die had dit gedeelte gemaakt. Die had hier toch een klein foutje gemaakt. Kan gebeuren, Floor. Maar dat geeft mij dan weer goedkeuring om het hier net een beetje aan te passen. Nee, want dan kan ik deze palen hier een beetje weghalen zo. Kijk, en dan kan ik het hier weer doorbouwen. En hier ook weer zo. Oh, maar dan komt het net niet uit. Nee. Dan heb ik een idee. Dan doe ik het hier 2 breed. Zodat er hier een doorgang kan komen naar een fantasierijk nieuw idee. Hé, hey, wat een oplossing, jongens. Hier, kijk. Hoppa. Dan hebben we daar een mooie ingang naar iets anders. Zo, dan hebben we hier een leuk platformpje zoals dit. Die moeten we natuurlijk nog even netjes afwerken met onze standaard detailtjes. Anders klopt er ook geen reet van. En ik denk serieus dat ik dat witte blok hier, dat ik dat wel echt een leuke toevoeging vind. Dat maakt het even, ja, ik weet niet, het voegt een beetje iets anders toe. Een beetje een nog lichter blok. Laat maar even weten in de reacties wat jullie daarvan vinden, jongens. Als jullie denken, nee, niet dat witte blok. Dan moet je dat gelijk nu zeggen. En als je toch aan het reageren bent, laat even weten wat jullie denken dat er gaande is in die grot. Hij is ingestort of zo. Ik ga er niet in, want ja, er staat niet voor niks, niet betreden. Maar laat even weten wat jullie denken dat er zit. Misschien heeft het wel iets te maken met de vermissing en zo van alle beesten en dieren. Dan maken we dit randje hier mooi af, zoals dit. Hoppakee. Ziet er ook weer netjes uit.
Dan eerst pompen we dit helemaal vol met gras. Zo, maar er moeten ook natuurlijk wel een beetje bosjes doorheen. Alleen ik moet oppassen met hoe ik dat doe. Want ik gebruik de bosjes natuurlijk ook voor dit hier. Het ziet er wel leuk uit. Overigens moet er ook een pad vanaf hier naar daar komen. Maar hier moet ook nog een trappetje zo gemaakt worden. Dus laat ik dat gelijk even doen. Iets zoals dit. Gewoon even een simpel trappetje. En dan moet het pad hier langs lopen, zo. Hoppakee. En dan vanaf hier moet het ook weer zo langs dit randje daarin lopen. Zodat er nog ruimte is voor een mooi huisje natuurlijk hier. Ik moet niet het pad hier rechtstreeks overheen laten lopen. Want ja, heel leuk zo'n pad in het midden van dit. Maar ja, dan heb je geen ruimte meer voor huis. Kijk, dit ziet er goed uit weer, jongens. Gaan we heel even op Matas hoofd staan om te kijken. En jongens, het is nu al een stuk beter. Het is natuurlijk nog lang niet af, dit hier, dat kan je zien. Maar het is wel een hele verbetering. Daar moet ook nog veel gedaan worden. Ik zit daar een beetje te struggelen met wat ik daar moet gaan doen. Maar het komt allemaal wel goed natuurlijk, jongens. Maar nu heb ik de volgende taak die ik heel graag even wil uitvoeren. En dat heeft namelijk te maken met mijn kasteel hier. Ik wil natuurlijk een prachtige troon maken uiteindelijk hier, waar ik lekker op kan zitten, wat ik vertelde. Maar bij een echte troon hoort natuurlijk wel gewoon goud. Het klinkt misschien een beetje typisch of hoe kan je dat nou mooi maken? Ik weet het ook nog niet, maar ik weet wel dat ik echt goud in mijn troon verwerkt wil hebben om een typische koninklijke troon te hebben. Alleen heb ik maar 5 goudblokken. Wat niet heel veel is. Oftewel, wij duiken de mine een keertje in. Hoppakee. En dan zijn we op het ijzerlevel en ik gok dat het ijzerlevel ook goed genoeg is voor goud. Daar komen we maar op één manier achter. Oeh jongens, wacht. Ik was aan het minen, maar ik heb in één keer een heel goed idee. Ik weet toevallig uit betrouwbare bronnen dat in een Badlands biome, of hoe dat ook heet, dit de Mesa. Mensen hebben er allemaal andere namen voor. Maar dat is hier, dat je hier het best gewoon goud kan vinden, jongens. Dus laten wij als echte Amerikanen lekker in de weet ik voor welke tijd het was, goud gaan zoeken. Kijk, en als het goed is, maakt niet uit welke cave ik binnenstorm. Het lijkt mij dat ik hier heel snel skeletons vind. Dat is niet wat ik bedoelde. En kijk eens aan! Het eerste blokje is gevonden. Het is letterlijk nog maar 1. Maar het is wel de eerste. Jezus, wat een beest hier, hé. En kijk, daar is weer meer. Ja, ik wist het ook gewoon, hè. Dat ben ik ook weer een goede Minecrafter, dat ik dat wist. Maar wat ik ook weet, is dat je het best voor die mineshafts kan zoeken. Want er zijn hier van heel veel verschillende soorten mineshafts. Of gewoon hier zoeken. Want als het goed is, ja, daar hebben we het alweer. Kijk eens aan. Nou, laten wij even gaan grinden voor gold, jongens. Want we moeten natuurlijk wel echt een mooie troonzaal hebben. Zo, ik heb echt al heel veel bij elkaar geraapt, jongens. Je zou zeggen, maar Max, 2 stack en 10 is toch eigenlijk helemaal niet zoveel? Dat klopt. Maar ik moet het nog hakken met mijn Silk Touch Pickaxe. Of met mijn Fortune. Wat is dit allemaal, Wat is dit nou weer, hé? Gewoon er in een toren ineens hier. Oh, dit is een village, of niet? Nee. Waar is de rest van de village? Wat is dit? Het heeft wel een bed erin. Wat is dit? Het is gewoon letterlijk een random toren. Oh, hier is de rest van de village. Wauw, dit is wel heel random gedaan. Maar zo te zien is hij wel verlaten. Aan alle cobwebs te zien. Wauw, het is gewoon echt een verlaten stad dit, hé jongens. Korrekat. Oh, daar ben je. Man, ik heb niks voor je. Het spijt me. Of misschien kan ik daar visjes vinden. 1, 2. Ja! Oh, er waren maar 2 nodig. Oh, mijn broeder, welkom. Met je rode stippelneusje. Oké, ik vlieg naar huis. Ik hoop dat je mee teleporteert. We gaan helemaal terug naar huis. Is de kat mee geteleporteerd? Nee. Nee, waar is hij? Man, ik dacht dat hij mee zou teleporteren. Maar hij is er niet. Nee. Oké, we hebben even geduld. Misschien dat hij uiteindelijk nog teleporteert. En anders gaan we hem zoeken, jongens. Anders gaan we hem ophalen. Ik weet ongeveer nog waar het was. Ik had in een van de caves ook een name tag gevonden. Dus dit komt serieus oprecht goed uit. Maar dan moet hij wel teleporteren. Hoe ben je nou? Alright, laten wij eerst eventjes een toren bouwen. En dan met mijn andere pickaxe hier, waar Fortune op staat, hem helemaal kapot hakken. Zo. Laten we zo de toren omhoog bouwen. Ik ben benieuwd hoeveel we hieruit krijgen. Alright, de toren valt wel mee hoe hoog die is. Maar ik ben nu toch wel heel benieuwd hoeveel ik hieruit krijg. Want uit eentje kreeg ik al 4, 5, 6, 7, 11. Oké, op zich, de Fortune gaat wel werken. Zo, dan zijn we weer helemaal beneden aangekomen. En we hebben in totaal behoorlijk wat goud wat we om kunnen smelten, jongens. Ik denk dat ik hier serieus wel misschien een goed begin van de troon kan maken. Ik weet niet of ik het helemaal zou redden. Ik denk ook niet. Oh, hier is nog kool. Oké, dat doen we. Hier doen we al het goud in. Dit kool moet trouwens ook gehakt worden. Hetzelfde verhaal als net. Zo, nou, dan hebben we 28 kool erbij. Verdelen we dat even hierover. Ik denk dat het niet genoeg gaat zijn, maar meer kool heb ik volgens mij niet. Oh, trouwens, jawel. Jawel, in mijn kasteel boven bij mijn... Ja, bij mijn chestroom heb ik volgens mij nog wat kool liggen. Kijk, niet in deze kist, maar ik dacht in de furnace hier dat ik laat... Ja, hier, kijk, had ik er best wel wat kool gestopt. Zo, die douwen we hierbij en dan zal dat vast wel genoeg zijn. Nou, ik ben benieuwd hoeveel gold wij hieruit kunnen halen. Misschien dat een gouden troon natuurlijk niet heel mooi gaat zijn. Dus ik moet überhaupt nog even kijken of ik het wil. Maar we hebben in ieder geval 20 goud. Nou, dat is bij lange na niet genoeg. Maar het is wel een mooi begin. En het is natuurlijk... Je hebt een midden. Ik heb zo... Dus ik heb het echt zo in elkaar gezet.
dat hier allemaal... Dat er ook precies een midden is, zoals je ziet, met één blokje. En dan mijn troon is gewoon... Nee, natuurlijk niet, jongens. Dit is de troon. Zo kan ik hier zitten. Nou ja, gaat wel echt een stuk leuker zijn, hoor, dan dit. En al ga ik het goud niet gebruiken voor de troon... ga ik het goud misschien wel gebruiken voor andere dingen hier in deze ruimte. In ieder geval moet het goud wel echt even terugkomen... om een beetje het rijkdom te kunnen laten zien van Kingdom Content. We moeten wel rijk overkomen, hè, naar de vijand. En ik zie daar een hele grote vijand... Ik zat er trouwens aan te denken om de kerkers die ik nog wil maken... Die wil ik natuurlijk niet vanuit het kasteel zelf doen. Maar ik dacht eraan om hier langs de trap... Heb je ook een ingangetje hier. En dan dat hier een trap naar beneden zou gaan. Want hieronder, als het goed is... Oh, is niks. Nou, dat de trap dan ongeveer deze kant op gaat. Want hierom is ook niks. Waar is dat dan? Hieronder? Nee, is ook niks. Huh? Hieronder? Nee. Nu snap ik het even niet meer. Hieronder, kijk, juist... Heb ik een mega ruimte die nog helemaal niet belicht is. Maar hier wil ik de kerkers doen. Ik wilde dat eigenlijk bij onder het kasteel daar doen. Maar misschien is het wel leuk om dat gewoon hier te doen. Er is toch zoveel ruimte hier, weet je. Waarom zou ik dat niet hier doen? Waar zit het nou? Oh, dit zit hoger. Ah, kijk eens aan. Now the biting makes sense. Ik snap het, het zit daar. Ik ging dat te laag hakken. Maar goed, jongens. Door de mega lange timelapse heb ik eigenlijk geen tijd meer om nog meer voor jullie te doen vandaag. Ik hoop dat de aflevering lang genoeg is. Niet boos worden, alsjeblieft. Zoals jullie weten gaat er gewoon ontzettend veel tijd in. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Abonneer zeker even als je het echt heel leuk vond. En like gelijk. En dan nu, kijk lekker deze video. Want dit is het vorige content van deel. Hou je er nou van om lekker naar andere dingen te kijken dan content van? Dan heb je pech. Kijk je alsnog gewoon deze video. En nu spreek ik later van als je wat. Tot vier vis bieden de volgende keer.